Ik ben Ineke Thijsseling. Ik woon in het oosten van het land. Ik heb mijn eigen atelier aan huis. Ik hou van vroeg opstaan. Ik ben een ochtendmens. Ja, dan is het altijd als eerste koffie. En daarna het atelier in. En idee zit vaak al in mijn hoofd. En dan kijken of ik dat vorm kan geven. Papier is altijd mijn uitgangspunt, maar tevens ook mijn inspiratiebron. Papier heb ik al aangebracht in een gessolaag. Dus het papier droogt op in de gessolaag. En in de gessolaag heb ik ook met alle handen materialen textuur aangebracht. De volgende dag is het droog. Dan begin ik als eerste met het afkrabben van mijn papier. Dat is zo bijzonder leuk, want dan gaat er iets gebeuren. Dus dat papier krab ik letterlijk met mijn nagels eraf. En wat er dan naar voren komt, is ook altijd goed. Dus ik heb niet zoiets van, oh jee, gisteren zag ik een rondje en dat vind ik nou niet meer terug. Geen probleem, want ik ga altijd verder met hetgeen wat er naar voren komt. En als ik dat klaar heb, dan gaat er eerst een hele verdunde laag overheen. Dan was ik het als het ware in. Die laag laat ik drogen. En dan komt er gewoon dikkere verf aan te pas. Die doe ik gewoon of direct op doek en ik smeer het uit. Of eerst in mijn hand en ik smeer het uit. Het is laag over laag. Mijn werk heeft eigenlijk geen thema. Ik gebruik ook geen titels. Ik word door iets geïnspireerd. Meestal is dat toch papier. En kenmerk is denk ik, dat hoor ik van mensen terug die van mijn werk houden of die het hebben aangeschaft, is dat het zo leuk speelt met het licht. Ieder moment van de dag is het licht anders en ontdekken ze weer iets nieuws in mijn werk. En dat vind ik heel mooi en heel bijzonder. Ik kom uit een heel creatief, kunstzinnig gezin, dus kunst was bij ons altijd alle dagen aanwezig. Dus ik ben daarmee grootgebracht. Is mooi. Creëren wat je zelf leuk vindt. Juist die authenticiteit, de eigenheid, je eigen ding maken, dat vind ik heel erg mooi.